collega Anne Schrijvers. En we gaan jullie op een klein uurtje het volgende programma aanbieden. We gaan jullie eerst eens kort toelichten, dat ga ik zelf doen, wat het programma Innovatieve Overheidsopdrachten of wat PIO eigenlijk inhoudt. Wat doen wij? Welke projecten lopen er bij ons? Wat zijn de resultaten die we tot op heden hebben bereikt? En dan zal mijn collega Anne Schrijvers overnemen. Zij zal jullie meer toelichting geven van hoe dat je effectief een projectaanvraag bij ons kan indienen in de oproep. Hoe ziet ons aanvraagtemplate eruit? Wat zijn de evaluatiecriteria waar dat we rekening mee houden bij de beoordeling van een aanvraag? En nog wat handige tips en tricks die jullie kunnen gebruiken bij het voorbereiden van de aanvraag. En we gaan deze sessie afsluiten met nog eens een korte duiding te geven van hoe dan je effectief je aanvraag kan indienen. Want de mensen die eigenlijk PIO al een beetje vertrouwd zijn, gaan gemerkt hebben dat wij hier vandaag in een nieuw jasje zitten met een nieuwe kleur. PIO is op het programma Innovatieve Overheidsopdrachten is sinds 1 januari 2024 onderdeel geworden van VLAIO en dus niet langer onderdeel van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie. Dat heeft een paar kleine repercussies, niet al te veel, heel veel verandert er eigenlijk niet, maar we zitten hier vandaag in een nieuw jasje met een nieuwe kleur. Deze sessie wordt ook opgenomen, die zal achteraf ook publiek beschikbaar gesteld worden. Dus voor de mensen die niet graag in beeld komen, is het best dat je je camera gewoon afzet. En dan denk ik dat we nu van start kunnen gaan. Een intro tot het programma Innovatieve Overheidsopdrachten. Dan is het misschien wel best dat ik eventjes stilsta bij wat wij nu begrijpen onder de term Innovatieve Overheidsopdrachten. Soms denken mensen dat wij dat bedoelen, dat wij heel creatief omgaan met de wetgeving overheidsopdrachten. Dat is dus duidelijk niet. Eigenlijk gaat het over aankopen die door de publieke sector via overheidsopdrachten worden gelanceerd en die zich richten op het ontwikkelen en of valideren van innovatieve oplossingen in antwoord op concrete publieke noden, concrete publieke uitdagingen die leven, waar er vandaag nog geen kant-en-klare oplossing is op de markt en daar dus nieuwe innovatieve oplossingen laten voor ontwikkelen en valideren. En wat bestaat er dan onder de term innovatieve oplossingen? Dat is een zeer brede, ruime term. Dat kunnen nieuwe en betere producten, diensten, systemen zijn. Maar dat kunnen ook nieuwe financieringsvormen zijn, nieuwe businessmodellen. Ook nieuwe organisatorische modellen kan dat eigenlijk inhouden. Een hele brede interpretatie van de term innovatieve oplossing. Daar kan een technologische component bij zitten. Dat hoeft ook niet voor ons. Dus een brede invulling van de term innovatieve oplossingen. Waarom zijn innovatieve overheidsopdrachten nu belangrijk? Waarom heeft de Vlaamse overheid beslist om hier een programma rond te bouwen? Als we kijken naar het koopvolume of de koopkracht op Vlaams niveau in Vlaanderen, over alle niveaus heen, dan wordt ruw geschat dat er jaarlijks 30 tot 40 miljard per jaar aangekocht wordt via overheidsopdrachten. Als wij nu een deel van die middelen gaan inzetten strategisch om innovatie te gaan inkopen, dan geloven wij er sterk in dat wij eigenlijk kunnen aankopen realiseren met een triple impact. We kunnen door... De slideshow is eventjes verdwenen. Ik ga die even terug opnieuw opstarten. Kan iedereen de slideshow opnieuw zien? Ja. Ja. Dan ga ik eventjes mijn verhaal hernemen. Dus waarom die innovatieve overheidsopdrachten? 30, 40 miljard per jaar, ruwe schatting, wordt er op Vlaams niveau aangekocht via overheidsopdrachten. Als wij een deel van die middelen kunnen spenderen aan het aankopen of van innovatieve oplossingen, dan kunnen wij zowel de werking en de performantie van de overheids- en de publieke dienstverlening gaan verbeteren. Wij kunnen ook de ondernemingen versterken in hun competitiviteit. Zij kunnen dan innovatieve oplossingen gaan ontwikkelen in antwoord op concrete publieke noden. En wij kunnen ook een bijdrage leveren aan de aanpak van maatschappelijke uitdagingen. Denk maar aan energietransitie, klimaat. Wat wij ook merken, is dat het niet spontaan lijkt te gebeuren. De overheidsopdracht wordt altijd als een complex gegeven beschouwd. Innovatieve overheidsopdrachten worden mogelijk nog complexer beschouwd. Dus het lijkt niet spontaan te gebeuren. Dus er is echt wel nood aan een programma, zoals het programma Innovatieve Overheidsopdrachten, dat als zijn taak heeft om jullie, de publieke sector, te gaan stimuleren om met die innovatieve overheidsopdrachten aan de slag te gaan. Nu, het PIO-programma zelf, voor wie zijn wij er al? Ik heb het eigenlijk al een beetje aangehaald. We zijn er voor de Vlaamse overheid, maar ook de ruime publieke sector in Vlaanderen. Generiek gesteld kan je zeggen dat organisaties uit de Vlaamse publieke sector die structureel moeten voldoen aan de wetgeving overheidsopdrachten, die kunnen in principe een aanvraag indienen bij het programma. Dat zijn dus onder andere de departementen en de agentschappen van de Vlaamse overheid, maar ook lokale en provinciale besturen. En onder bepaalde voorwaarden Vlaamse publieke sectororganisaties die afhangen van deze overheden, als ook onder bepaalde voorwaarden Vlaamse ziekenhuizen.
Wat is daar wel belangrijk om bij te vermelden? Het kan enkel gaan over projecten die kaderen in jullie activiteiten van algemeen belang. Dus hebben jullie naast jullie taken van algemeen belang ook nog economische of commerciële taken? Daarvoor kan je geen aanvraag indienen binnen het programma. Dus het moet enkel gaan over projecten die kaderen binnen jullie taken van algemeen belang. Wij zijn open voor alle sectoren en beleidsdomeinen. Wij hanteren geen thematische beperkingen, dus het kan eigenlijk over van alles en nog wat gaan. Dat zal je straks ook zien als ik een aantal projecten toelicht, dat het ook over van alles en nog wat gaat. Hoe doen wij dat? Dus onze taak is jullie te stimuleren om met die innovatieve overheidsopdrachten aan de slag te gaan. Wij doen dat via, we hebben eigenlijk twee grote pijlers in onze werking. Enerzijds de projectwerking, waarvoor we dat vandaag hier samen zijn. Wij organiseren jaarlijkse open oproepen met doorgaans twee indiendata. Één in het voorjaar, één in het najaar. De volgende indiendatum is 18 april 2024. Dus allemaal met stip noteren in de agenda. En naast onze projectwerking gaan wij ook de kennis en de ervaring die wij eigenlijk opdoen met innovatieve overheidsopdrachten proberen wij ook te gaan delen, breed publiek te gaan delen. We hebben een website daarvoor, daar ondertussen ook in een nieuw jasje gestoken, waar dat je heel wat informatie kan terugvinden. We hebben een nieuwsbrief. Wij proberen ook zoveel mogelijk deel te nemen aan relevante events, waar dat we ook nog onze expertise en onze ervaringen gaan delen. En we hebben een 3 miljoen euro per jaar ter beschikking om deze activiteiten te kunnen bekostigen. Eventjes nog een korte samenvatting van wat valt nu onder de scope van innovatieve overheidsopdracht. Als je nu aan een PIO-project denkt, aan wat moet zo'n PIO-project voldoen opdat het zou kunnen in aanmerking komen? Het moet altijd gaan over projecten met een zekere uitdaging die toch nog experimenteel van aard zijn. Er moet nog altijd een risicofactor in zitten. Innovatie houdt risico in. Is er geen risico verbonden, dan is er eigenlijk ook geen sprake meer van innovatie. En de PIO-projecten moeten leiden tot altijd nog wat nieuwe inzichten, nieuwe kennis, relevante nieuwe toepassingen. Dat is proberen in een nutshell samen te vatten wat de scope is van innovatieve overheidsopdrachten, zoals wij dat eigenlijk interpreteren binnen het programma. Wat kan dat dan in concreto betekenen? Het kan gaan over het ontwikkelen en testen van prototypes in een testomgeving. Het kan ook gaan over het ontwikkelen en valideren van nieuwe combinaties van oplossingen of van deeloplossingen in een reële omgeving. Kleinschalige proof of concepts. Het uitvoeren van proof of demo projecten. Wat valt niet in de scope van innovatieve overheidsopdrachten? Zoals we daar juist al hebben gezegd, als je iets kan kopen op de markt dat kant-en-klaar commercieel beschikbaar is, dan kan je niet bij ons terecht. Daar zijn wij er niet voor. Ook voor grote investerings- en infrastructuurprojecten, dat overstijgt eigenlijk de mogelijkheden van het PIO. Interne werkingskosten, dus wij bekostigen geen personeel. Interne werkingskosten kan je niet voor bij ons terecht. En ook beleidsstudies is niet binnen de scope van innovatieve overheidsopdrachten. Een van onze pijlers in onze werking is dat wij altijd gaan voor maximale bekendmaking en maximale mededinging. Omdat wij ervan uitgaan, als wij dit proberen te organiseren via maximale mededinging, dat we dan altijd een beste prijskwaliteit kunnen garanderen voor het uitoefenen van de opdracht. Nu, het concrete aanbod in onze projectwerking richting publieke sector. Dus je hebt een aanvraag bij ons ingediend. Stel, je bent geselecteerd. Wat kan je dan eigenlijk van ons verwachten? In eerste instantie, als je geselecteerd bent, ga je van ons begeleiding kunnen verwachten. Heb je een aanvraag bij ons ingediend en blijkt dat jouw aanvraag toch nog wel wat voorbereiding nodig heeft richting voorbereiding van een innovatieve overheidsopdracht, dan gaan wij jullie daarin begeleiden. Wij kunnen daarvoor ook externe consultants inschakelen die bijvoorbeeld voor jullie nog een diepgaande behoeftedefiniëring kunnen doen, een state-of-the-art analyse, een marktverkenning, een marktconsultatie organiseren. Daarvoor kunnen wij, moet niet, maar kunnen wij externe expertise inlassen. We gaan dat altijd bekijken op maat van wat het project nodig heeft. Niet elk project heeft nog een diepgaande behoeftedefiniëring nodig of niet elk project heeft nog een diepgaande marktverkenning nodig. Dus afhankelijk afgestemd op de maat van het project en op de noden van het project gaan we kijken wat er eigenlijk nog nodig is om richting innovatieve overheidsopdrachten te kunnen evolueren. De kost van die externe consultant nemen wij op ons. Hier zit het indicatieve bedrag dat we daarvoor kunnen uittrekken. Dat is een kost die wij volledig financieren. Langs jullie kant verwachten wij wel dat als jullie zo'n voorbereidingstraject met ons ingaan, dat jullie daar wel de mankracht achter zetten en ook wel de nodige tijd in investeren. Zoals ik daar juist al zei, interne werkingskosten, personeelskosten betalen wij niet terug.
Eenmaal dat je zo'n voorbereidingstraject met ons hebt doorlopen en er opdrachtdocumenten worden voorbereid voor een innovatieve overheidsopdracht in de markt te gaan plaatsen en jullie een raming hebben over wat die opdracht gaat geraamd worden, kan er een beslissing genomen worden over eventuele cofinanciering. Als blijkt dat jouw opdracht voldoende innovatief is en voldoende relevant, kunnen wij tot maximum 50% van de kost van die opdracht gaan cofinancieren. Dus eigenlijk simpel gezegd kunnen wij maximum 50% van de leverancier factuur gaan cofinancieren. Weliswaar met deze caveat dat het gaat over enkel die onderdelen die innovatief genoeg zijn en die relevant genoeg zijn. En hier zie je de indicatieve bedragen die we daarvoor kunnen uittrekken. Nu, we hebben natuurlijk, dat is richting ons aanbod richting publieke sector. We hebben uiteraard wel ondernemingen nodig om dan die innovatieve overheidsopdrachten te gaan uitvoeren. Dus vanuit PIO hebben wij ook een aanbod richting ondernemingen. In tweeërlei. Ik heb daar juist gesproken over mogelijk smart consultaties die wij organiseren in voorbereiding van een innovatieve overheidsopdracht. Via die marktconsultaties kunnen ondernemingen eigenlijk al in vroeg betrokken worden bij vragen vanuit de overheid. Hebben zij ook een beter zicht in de publieke noden, hebben zij ook mogelijkheden tot aan consortiavormen te gaan doen. En ook via het plaatsen van innovatieve overheidsopdrachten in de markt komen er meer middelen vrij voor innovatie voor ondernemingen. En, denk ik nog belangrijker, voor ondernemingen hebben zij mogelijkheden om innovatieve oplossingen te gaan testen, te gaan valideren en te gaan vermarkten. Hoe verloopt nu eigenlijk een PIO-project of een PIO-traject? Laat je niet afschrikken door het aantal bollen in deze tekening. Het is een beetje een schematische voorstelling van een methodologie die wij doorheen de jaren hebben ontwikkeld, maar die altijd ingepast zal worden of aangepast zal worden op maat van de noden van het project dat voor ligt. Je begint met een idee. Sommigen van jullie zullen ondertussen al een idee hebben. Jullie gaan dat idee eigenlijk gaan verwerken tot een PIO-aanvraag. Daar zal mijn collega Anne jullie straks een beetje toelichting over geven. De aanvraag wordt ingediend bij ons. Wordt uw aanvraag geselecteerd, dan ga je dus richting dat voorbereidingstraject in. Dat kan bestaan, hè, zoals ik daar juist al zei, altijd bekijkend op maat van wat het project nodig heeft, uit een behoefteanalyse, een marktanalyse, een marktconsultatie, waar dan eigenlijk een rapport wordt over gemaakt. Eenmaal dat dat eigenlijk af is, kan er dan gekeken worden welke aankoopstrategie gaan we hier gaan hanteren. En bijvoorbeeld, is het nodig dat we in parallel een aantal proof of concepts gaan opzetten? Moeten we gefaseerd te werk gaan? Wat moeten we al meenemen, wat moeten we nog niet meenemen? Dat we daar een aankoopstrategie, dat we de opdrachtdocumenten worden voorbereid. Op dat ogenblik kan er beslist worden over de eventuele cofinanciering. Dus eventjes ter herinnering, als je geselecteerd wordt binnen het programma, op dat moment heb je nog geen beslissing tot cofinanciering in handen. Die beslissing tot cofinanciering die wordt pas genomen op het moment dat er ontwerp-opdrachtdocumenten voorhanden zijn en een raming. Op dat ogenblik kan er ook pas gekeken worden in welke mate is het voorwerp van de opdracht voldoende innovatief en voldoende relevant. En dan eenmaal dat dan beslist wordt, kan dan de plaatsingsprocedure lopen. En dan afhankelijk van wat er gekozen wordt of wat het onderwerp is van de opdracht, kan er een concept ontwikkeld worden, een piloot, een prototype, een proefopstelling en zo verder enzovoort. Wij gaan er ook altijd voor onze projecten die wij cofinancieren, verwachten wij ook altijd dat daar toch een brede disseminatie gebeurt over de resultaten en over wat er in het project is gelopen. Ook omdat wij daar ook wel in cofinancieren. Tot wat heeft dit alles eigenlijk geleid? Een beetje een vrij theoretische uitleg tot zover. Dit heeft geleid tot ondertussen al meer dan 100 geselecteerde projecten. Interessant voor jullie is dat bij ons op onze website elk project heeft zijn eigen projectpagina, waar dat je eigenlijk per project kan nagaan wat is de uitdaging van het project, welke stappen zijn er in de voorbereidingsfase gebeurd, is er al dan niet al een aanbesteding gebeurd en wat is daar dan juist gebeurd, zijn er al bepaalde resultaten behaald. Dat is eigenlijk toch wel een hele bron van inspiratie en informatie die je daar kan terugvinden. Je kan in die projectportfolio, je kan gaan filteren op domein, op thema, status, initiatiefnemer. Ik raad jullie eigenlijk echt wel aan om daar eens te gaan kijken. Misschien een keer kijken in thema's die jullie interesseren, om jullie echt een goed beeld te vormen van het type projecten dat bij ons geselecteerd geraakt. Kijken we naar de thematische weerslag van die projecten, dan zien we dat er heel wat digitaliseringsprojecten bij zitten. Dat is geen must, hè. Er zijn geen thematische beperkingen, maar logischerwijs dat dat natuurlijk wel een thema is dat vaak aangesneden wordt in onze projecten. Ook natuurlijk een heel ruim thema, hè. Daar valt van alles wat onder, artificial intelligence, blockchain, data, integratie enzovoort enzovoort. Maar we hebben ook de projecten evengoed in energie, circulaire economie, sociale innovatie.
Als jullie eraan denken om een pilotprojectaanvraag in te dienen, raad ik toch echt wel aan om daar eens een kijkje te gaan nemen en toch een keer een aantal projecten in detail te bekijken. Nu, we hebben niet alleen projecten lopen, die projecten hebben ook tot iets geleid, tot innovatieve oplossingen die zijn ontwikkeld geweest. Er zijn een aantal hier opgesomd, je kan die dus allemaal netjes terugvinden in de projectenportfolio. Ik pik er een aantal uit die misschien wel die een beetje meer tot de verbeelding spreken. Eentje is bijvoorbeeld, het eerste daarvoor genoemd wordt, is Goal to Gold, een project met Sport Vlaanderen samengelopen. In het kader van de Olympische Spelen in Tokio is daar innovatieve koelkledij voor topsporters ontwikkeld, dat ook meegetest is geweest tijdens de Olympische Spelen. Het volgende project van de Optimo huisvuilwagen is een project dat we gelopen hebben met Limburg.net, en waar dat eigenlijk een huisvuilwagen is ontworpen die de verschillende zakken van verschillende afvalfracties tegelijkertijd kan ophalen. Dus in één beweging verschillende afvalfracties die kunnen opgehaald worden. Een ander project dat ook wel, waar je iets kan bij voorstellen, is het project van duurzame straatverlichting van de stad Halle in samenwerking met Fluvius, waar eigenlijk een project uitgerold is naar verleiding en verduurzaming van straatverlichting, maar ook naar het aansturen van die straatverlichting en het kunnen de intensiteit van de straatverlichting ook aanpassen naar gelang de verschillende contexten. Dus je ziet, je kan eigenlijk al die projecten blijven uitleggen. Taalstad is bijvoorbeeld nog eentje interessante van de stad Antwerpen, waar eigenlijk een app is ontwikkeld voor laagtaalvaardige medewerkers om aan taalontwikkeling te doen on the job, maar ook digitale vaardigheden te gaan versterken. Dus eigenlijk in een nutshell kan je een beeld vormen dat er toch heel wat projecten bij ons terecht kunnen en dat het dus eigenlijk over van alles en nog wat kan gaan. Innovatie is natuurlijk wel een belangrijke component, dus het zijn altijd projecten waar nog een experimenteel karakter aan vasthangt, die uitdagend zijn, waar nog een stuk risico aan vasthangt, waar we die ook willen in ondersteunen en die dus toch moeten leiden tot een stuk nieuwe opbouw van nieuwe kennis, nieuwe inzichten en nieuwe relevante toepassingen. Ik ga eventjes al, we hadden jullie gevraagd bij jullie inschrijving of dat er al een aantal vragen waren die jullie graag op voorhand wouden insturen. We hebben er een aantal binnengekregen en ik ga ze eens overlopen omdat ze eigenlijk wel betrekking hebben op het stukje, op het luikje dat ik juist heb toegelicht. Een van de vragen die we binnenkregen was: welke projecten komen hiervoor in aanmerking? Ik hoop dat ik met deze uitleg daar toch al op zijn minst een idee heb over gevormd of jullie heb meegegeven. Met betrekking tot de timing, of dat er zicht is op dat deze werkwijze of dat het programma nog zal blijven bestaan in de volgende legislatuur. Ja, wij hopen uiteraard van wel. Wij duimen daarvoor dat wij gaan blijven bestaan. We zien niet direct een indicatie waarom dat niet zo zou zijn, maar we hebben uiteraard geen glazen bol. Maar wij hopen dat van harte. Ja, de opname hebben we vermeld. Deze sessie zal worden opgenomen, zal ook achteraf publiek ter beschikking worden gesteld. Er was een vraag over met vermelding cloudvisie. Dat konden we niet direct thuis brengen. Als de persoon in kwestie die misschien aanwezig is, dat nog even wil toelichten in de chat, dan kunnen we daar misschien een antwoord op formuleren. En dan was er ook nog de vraag of dat de cofinanciering eventueel combineerbaar is met andere programma's. In principe kan dat wel, maar je gaat natuurlijk wel moeten kijken wat de bepaalde voorwaarden zijn in het andere kanaal en wat de combinatie in het andere kanaal ook mogelijk is. Dat waren de vragen die we tot op heden hebben ontvangen. Ik weet nu niet wat er in de chat al vragen toegekomen zijn. Ik zie er niet direct... Nog niet direct komen. En dan geef ik nu graag het woord aan mijn collega Anne Schrijvers. En zij gaat jullie eventjes uitleg geven over hoe dat je van een idee tot een succesvolle PO-aanvraag kan gaan. Goedemiddag allemaal. Dankjewel Astrid voor de uitstekende toelichting. Ik hoop dat jullie alle finesses hebben begrepen van het PIO. En dan neem ik jullie graag mee nu moment naar de oproep. De oproeppagina. Astrid heeft het al gezegd. We zijn van jasje veranderd. Alles in plaats van blauw en geel is nu eigenlijk groen gekleurd. En daarom dat ik toch even een printscreen heb gemaakt van dus onze nieuwe website. Omdat ik heb gemerkt dat onze huidige klanten en partners toch niet altijd heel gemakkelijk de weg naar onze nieuwe webstack kunnen vinden. Wij zijn ondergebracht in het Vlaio-netwerk. Dat zie je daar bovenaan op de Vlaio-website. En dan onderaan is er enerzijds een link naar heel de projectdatabase waar Astrid zo net over sprak, als is er een aparte link naar de huidige openstaande oproep. En als jullie daarop
klikken, dan komen jullie in een groen-roze omgeving. Daarom dat we vanuit Pio alvast vandaag onze roze trui hebben aangedaan. Dit volledig terzijde. Zoals Astrid heeft gezegd, er is een nieuwe website, er is een nieuwe oproeppagina, er is een nieuwe indienmodule. We hebben dan ook maar meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om onze handleiding wat te herschrijven. Maar, zoals gezegd, specifiek naar jullie toe, naar onze klanten, onze partners, is er eigenlijk niet al te veel veranderd qua aanpak of qua procedure. Het is eigenlijk gewoon een ander kleurtje, een ander jasje. En een jasje dat ons hopelijk beter past of dat ook duidelijker is naar jullie toe wat we verwachten van jullie bio-aanvraag. Dus alles staat op de website, indienen van je aanvraag. Dus je hebt daar de verschillende menus daarboven. Alles wordt eigenlijk in detail op de website toegelicht. Belangrijk, 18 april, Astrid zei het al. En heel belangrijk, indienen via het portaal. Vroeger ging het gewoon een pdf per e-mail. Nu is er eigenlijk een portaal gemaakt op maat van onze werking hier bij Vlaio. En het is ook voor ons wel spannend, maar we hopen dat het niet te veel hiccups gaat geven, zodanig dat jullie heel goed jullie ingevulde schabloon kunnen opladen via dat portaal. Hoe ziet het schabloon eruit? Een link is ook voorzien op die portaalsite. Wel, dit zijn de eerste drie pagina's. Ik heb er hier ook een print van liggen. Ik hoop, maar ik weet het natuurlijk niet, of dat een aantal van jullie al de tijd hebben kunnen nemen om eens naar dat schabloon te kijken. Eerste drie pagina's, heel eenvoudig, een beetje de titel, wie jullie zijn, een korte samenvatting van het project. Maar dit zijn dan de volgende pagina's. En dan weet ik dat niet, maar ik kan me voorstellen dat als je dat dan van nabij bekijkt, dat je zegt van wow, 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 26 vragen van A tot Z, dat is toch wel een hele boterham. Daar schrik je misschien van. Maar als je dan eigenlijk iets nauwer of iets van dichterbij gaat kijken, dan zie je eigenlijk dat dat vijf grote vragen zijn die uiteenvallen in deelvragen. En dat gaat eigenlijk over de basic vragen die elke inkoper, aankoper zich gewoon moet stellen. Hè. Wat wil je kopen? Waar wil je dat kopen? Met welk geld ga je dat kopen? En waarom moet je dat kopen? Hè? Welke impact wil je daarmee genereren? Dat is echt de meest evidente, dat zijn echt de meest evidente vragen die je kan stellen. Het enige nieuwe misschien voor jullie als aankoper is dat we een derde set van vragen hebben die peilen naar jullie inschatting van de innovatie. Hè. Astrid heeft jullie net duidelijk gemaakt wat wij begrijpen onder innovatie. Het is dan ook maar evident dat we in het schabloon aan jullie vragen om dat toe te lichten. En eigenlijk heb je de antwoorden op vraag 1 en op vraag 2. Wat wil je en waar denk je dat te kopen? Die antwoorden moet je zo zorgvuldig mogelijk formuleren, opdat je een allereerste inschatting kan maken van, zoals Astrid het al zei, de risico's, het potentieel op nieuwe inzichten, het potentieel op nieuwe toepassingen. Bon, ik ga jullie nu één voor één door die vijf vragen stellen. De eerste vraag is eigenlijk de vraag, heel simpel, als aankoper of als ingenieur of als medewerker van om het even welke publieke organisatie. Wat heb je nodig? Voor wie heb je dat nodig? Wat moet het ding kunnen in welke concrete context? Dat is eigenlijk de eerste basisvraag. En die vraag valt uiteen in een aantal deelvragen. Eerst en vooral willen we graag weten wie jullie zijn. Wat is jullie organisatie? Astrid heeft terecht benadrukt dat wij aanvragen willen van publieke organisaties, onderhevig aan de wet op de overheidsopdrachten, maar ook dat die projecten binnen jullie taken van algemeen belang zijn. Binnen jullie missies of doelstellingen of om het even wat eigenlijk het uitgangspunt kan zijn van een PO-aanvraag. Heel belangrijk is dat je hebt meestal een huidige werking, een huidige manier van de dingen aan te pakken en je ziet mogelijkheden om die met een aankoop te verbeteren. Dan lijkt het maar evident dat je ons beschrijft wat de huidige situatie is,
wat de toekomstige gewenste situatie is en eigenlijk dat je ons aangeeft welke functionaliteiten, functionele kenmerken de ideale oplossing voor jou of voor jouw medewerkers of voor jouw klanten zou moeten hebben om het verschil te maken. Dus dat is eigenlijk een beetje de as-is versus de to-be situatie beschrijven. En als je dat doet, dan heb je eigenlijk de ideale oplossing beschreven, niet in technische specificaties, dat je heel duidelijk gaat zeggen, ah, het moet iets rood zijn, het moet iets recht, iets kroms, iets geels, iets dat zijn. Dat vragen we niet om te doen. We vragen gewoon om te beschrijven wat het ding moet kunnen om een verschil te kunnen maken voor de eindgebruikers die jij voor ogen hebt. Idealiter, het is geen must, heb je natuurlijk die functionaliteiten ook al gecheckt met jullie eindgebruikers of met jullie steekgebruikers. Een PO doe je nooit alleen, dat is een beetje een dooddoener, maar een goed project met toekomstmuziek, met toekomst op impact, op relevantie, is doorgaans wel een gedragen project. Dat gedragen is door een team van medewerkers, een team van eindgebruikers. Dus een solo slim speel je doorgaans niet als je een PO indient. En hoe beter dat je natuurlijk die behoeften van jouw eindgebruikers al in kaart hebt gebracht, wel hoe beter. In die aanvraag begrijpen wij dat je dat niet op die 10 pagina's allemaal gaat doen. Dat is ook niet erg. Moest je dat toch nog niet zo systematisch aangepakt hebben, die behoefteanalyse, dan hebben wij middelen, zoals Astrid al zei, om een consultant aan te werven die jullie helpt bij het systematisch van naaldje tot draadje ontleden van de behoefte. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat Astrid met haar eerste blauwe bol aan jullie heeft meegedeeld. We kunnen mensen inhuren om die behoefteanalyse te laten doen. Heel belangrijk, wordt altijd heel erg vergeten, is wat heb je nodig, in welke context? Gaat het om een IT-oplossing? Dan moet die oplossing waarschijnlijk in een IT-omgeving fungeren. Dat zijn zowat de randvoorwaarden waarbinnen jouw project zich stelt. Ook die zijn belangrijk omdat die redelijk go-no-go kunnen zijn. Hè. Heb je voor je project de data nodig van een andere organisatie, dan is het uiteraard evident dat je ook toegang tot die data moet hebben. Of dat de GDPR, of dat de oplossing conform is met de GDPR-rules, met andere juridische voorwaarden, et cetera. Heel belangrijke vraag. We willen allemaal de wereld veranderen en liefst op één nacht. Boom, dat gaat niet, dat weten jullie ook. Dus je gaat moeten kiezen. Kiezen om te kunnen een welgedefinieerde uitdaging te hebben die ook op maat is van jouw organisatie. Dus je mag gerust in een PO zeer ambitieus zijn, maar probeer het toch enigszins behapbaar te maken op maat van jouw capaciteiten. Boom. Tweede vraag is ook een typische aankopersvraag. Als je dan weet wat je wilt, waar ga je dat dan vinden? Dat wil zeggen, ga eens op zoek naar de markt. Welke spelers in de markt bestaan er die mogelijk voor jou een oplossing kunnen ontwikkelen? Welke oplossingen bestaan er eventueel al? Ga eens kijken in het binnenland, buitenland. Ga eens kijken bij collega's in Nederland. Om het even waar. Dat is eigenlijk de vraag hier. En de belangrijkste vraag is uiteraard die tweede bullet. Als je al die zaken die al bestaan en gerelateerd zijn aan jouw uitdaging in kaart hebt gebracht, wel, dan moet je ons aantonen waarom dat al deze zaken toch niet volledig beantwoorden aan jouw behoeften. Want als je die vraag kan beantwoorden, dan kan je meteen ook wat Astrid daarnet noemde, het complexe, de innovatie, het verwerven van kennis duiden. Hoe meer vragen dat je jezelf nog kan stellen van, gaat dit wel lukken? Zal dat wel werken als ik dat toepas in mijn context? Of gaat die oplossing wel dat doen in die context? Hoe meer van dat soort van vragen dat je jezelf kan stellen en hoe minder dat je daar de antwoorden op weet te formuleren, hoe meer innovatie, risico, complexiteit dat er in jouw project zit. En waarmee je dus ons kan aantonen dat jouw project echt wel past binnen het PO. Hoe doe je dat nu, zo'n marktverkenning?
Je kan dat gewoon heel simpel doen, hè, door je toestel open te klappen en te beginnen googlen naar leveranciers of naar oplossingen in jouw domein. Dus dat is heel belangrijk. Wij zien het echt als een verkenning, een exploratie, een zoektocht naar. Wij verwachten niet dat jullie al met al die marktspelers gaan praten, dat jullie die gaan consulteren. En dat is dan ook meteen het verschil met, denk ik, Astrid, haar derde blauwe bol. Marktconsultatie betekent dat je echt dingen gaat aftoetsen met de markt. Dat verwachten we van jullie niet in de aanvraag. Dat is wel iets dat we samen met jullie kunnen in een voortraject gaan bekijken of jullie project nog gebaat is bij het effectief aftoetsen met leveranciers van oplossingen. Aftoetsen of wat jullie willen wel haalbaar is. En dat is dan ook meteen de laatste bullet hier op de slide. Hè. Moesten jullie dat nog zinvol lijken, dan kunnen wij dat organiseren en nemen wij daar ook de kosten voor op. Derde vraag is dan al de vraag dat ik zeg van ja, als je dan weet wat je wilt, je weet waar je het kan kopen of beter, je weet waar je het niet kan kopen, wat er nog van ontwikkeling moet gebeuren, door wie, op welke termijn, et cetera, dan kan je een eerste inschatting maken van het innovatieve karakter. Zoals Astrid al zei, kant-en-klare oplossingen kunnen wij niet cofinancieren. Die kan je gewoon zelf kopen. Er zit geen enkel risico op, er zit geen enkele factor onvoorspelbaarheid in, geen enkele onzekerheid, daar gaan we niet in mee. Maar van zodra dat die elementen wel aanwezig zijn in jouw project, hè, naar gelang dat je dus je meer open vragen, niet te beantwoorden vragen hebt, kunnen wij jouw project cofinancieren. We gaan dat eerst doen door te kijken wat er voorbereiding nodig is. En over de beslissing van cofinanciering beslissen we dan later op basis van een bestek. Dus het zijn eigenlijk de vragen, hè, ga je kennis verwerven, ga je inzichten opdoen? Dat is eigenlijk een beetje dezelfde vraag als schat een keer de innovativiteit van jouw project in. Dan, de vierde vraag is de waarom-vraag. Waarom wil je die innovatieve oplossing laten ontwikkelen of laten valideren? Wat hoop je daarmee te winnen op korte termijn, op lange termijn? En de vragen die zich hier stellen is dat je een soort van kostenbatenanalyse maakt, de business case een beetje becijfert. Je kan dit uiteraard kwantitatief en kwalitatief doen. Nu begrijpen wij ook dat een kwantitatieve benadering niet altijd evident is, maar bij benadering zou je toch wel kunnen zeggen wat de kosten zijn de dag van vandaag met de oude bestaande oplossing en wat dan eigenlijk de waarde is die een toekomstige oplossing die eventueel beter werkt dan de huidige, wat dan de waarde of wat de prijs zou kunnen zijn dat jij daarvoor over hebt. Dus dat is een beetje we begrijpen, het is geen evidente oefening. Hè. De kosten kunnen euro's zijn, maar het kunnen ook sociale kosten zijn, ecologische, maatschappelijke. Maar eigenlijk de bedoeling is hier toch dat je daar eens grondig over nadenkt. En dat is eigenlijk ook een terechte vraag. Ik denk als jullie project ook naar jullie management gaan moeten verdedigen, ga je ook een soortgelijk analyse moeten maken. Vandaar. Dan... Dat is hier ook de vraag naar impact, naar meerwaarde, niet alleen voor jullie dienst, voor jullie klanten, voor jullie eindgebruikers, maar mogelijk initiëren jullie eigenlijk een ontwikkeling die ook voor andere klanten, andere stakeholders, partners nuttig kan zijn. En dat verhoogt natuurlijk de meerwaarde of de business case in dit geval. Dan de laatste vraag. Hoe ga je dat dan doen, heel dat biotraject? Ik denk, Astrid heeft al gezegd, dat is geen walk in the park, de verschillende bollen. Kan soms heel simpel zijn, maar soms zijn dat toch zeer pittige, intensieve projecten. Daarom de vijfde vraag. Hoe gaan jullie dat doen? Wanneer gaan jullie dat doen? Zijn er harde mijlpalen? Met welk team? Vooral ook met welke middelen? En zoals ik al zei, een PO is geen eenmansproject. Als er sprake is van middelen waarmee jullie moeten cofinancieren, dan heb je doorgaans ook wel het fiat nodig van jouw management. Dan heb je ook wel de backing nodig van jouw collega's. Draagvlak binnen een ruimer team. Dan moet je er ook voor zorgen dat je alle nodige expertise qua overheidsopdrachten, qua business, qua communicatie, dat je die eigenlijk allemaal in een team samenbrengt rond één gemeenschappelijke doelstelling.
Astrid zei het al, wij gaan geen lonen van andere ambtenaren cofinancieren. Dus jullie loonkosten of jullie projectkosten, personeelskosten, dragen jullie in kind bij. En wij doen dat eigenlijk ook. Het is ook niet dat wij onze uren per project moeten bijhouden. Dus wij zullen ook in kind bijdragen vanuit onze expertiserol en onze adviesrol. Dan, ook al aangestipt denk ik door Astrid, zeer terecht, hè, als alles zeer goed verloopt en er zijn de resultaten van het project, dan vragen wij eigenlijk ook een beetje in ruil voor onze inzet en onze cofinanciering dat jullie mee de resultaten verspreiden naar een ruimer publiek en optreden als een beetje een PIO-ambassadeur en het PIO-verhaal, jullie ervaringen met PIO, maar ook de resultaten van jullie project heel proactief gaan verder uitdragen. En dat zijn denk ik de laatste twee vragen op het aanvraagschabloon. Gewoon even om samen te vatten, zie dat schabloon dat we jullie aanreiken als een hulpmiddel om van jullie pril, immatuur, vaag, gek, weet ik veel wat idee, gewoon een beter idee te maken en eigenlijk echt een beredeneerde, becijferde, gevalideerde projectaanvraag te maken die impact, wel, die potentieel heeft op impact en potentieel heeft op innovatie. Ik heb hier enkele tips en tricks vermeld. Die zijn redelijk straightforward. Hè? Al de informatie van al onze projecten staat bij ons online. Daar staan ook overal contactpersonen bij. Dus ga gerust eens te raden bij eerdere pioniers. Consulteer collega's, management. Zorg dat je een sterk team hebt. Zorg dat de planning realistisch is. En last but not least, begin er op tijd aan. Dien op tijd in. Wij vragen geen thesissen van jullie. Doorgaans is een PIO-aanvraag 10 pagina's. Maar ik denk dat je toch wel wat tijd moet nemen om het allemaal wat te laten bezinken. En ja, bezint eer je begint. Dus zorg dat het geen nachtwerk wordt last minute. En natuurlijk kunnen jullie ook altijd tips en tricks krijgen. Of kunnen jullie je eerste draad van adviezen ook door ons laten nalezen. Of moest je een pril idee hebben en dat je zegt, van, ik ga er nog niet direct aan beginnen schrijven. Ik wil dat eerst een keer aftikken. Of dat er wel muziek in zit, dan kan dat uiteraard ook. Zijn er hierbij, dus alles wat met het aanvraagschabloon te maken heeft, al concrete vragen vanuit de mensen hier aanwezig, Louise, of wie in de zaal zit, Sjoerd? In de chat zijn er geen vragen, maar misschien zijn er mensen die vragen hebben nu. Dan stel ik voor dat ik gewoon doorga. En er is op het einde... Ah, toch een vraag, denk ik. Ah, wacht hoor, zie ik ze hier nu goed? Of Louise, kan je anders even voorlezen? Er wordt een vraag gesteld, verwachten jullie een antwoord per subvraag of is het één tekst per grote blok? Oh, idealiter mag je dat in één grote tekst gieten. Maar het is soms wel handig om het vraag per vraag te doen, om daar geen zaken over te slaan. Allee, we hebben best wel... daar wel wat tijd in gestoken om die vragen toch zo gericht mogelijk te maken. Als eigenlijk een hulpmiddel naar jullie toe. Dus het is eigenlijk niet zo slecht. Allee, om ze toch te volgen. En of dat je hoeft het daarom niet altijd helemaal te herhalen. Of sommige dingen overlappen ook wel. Dus je hebt daar wel de vrijheid in. Maar het is toch een goede handleiding, denk ik. Of een goede houvast om toch zo goed mogelijk jouw aanvraag te motiveren. Ik hoop dat dat een antwoord is op de vraag. Oké. Dan, heel belangrijk natuurlijk, als je een aanvraag doet, dan wil je ook weten hoe je geëvalueerd wordt, wat de criteria zijn voor de beoordeling. Dus wij verwachten op 18 april jullie aanvraag via het online portaal. Eerste wat wij gaan nagaan is of jullie uiteraard in aanmerking komen voor onze oproep. Dus zijn jullie publieke sector, onderhevig aan de wet op de overheidsopdrachten en is die projectaanvraag van jullie binnen jullie taken van algemeen belang? Dat zijn, en dan uiteraard de derde, is er voldoende informatie om de andere criteria te kunnen evalueren. Als deze drie zaken oké zijn, dan zullen we jullie uitnodigen om jullie aanvraag mondeling toe te lichten. Het zal op 15, 16, 17 mei plaatsvinden.
Je hoeft daar geen schrik van te hebben. Dat is eigenlijk gewoon een beetje een informele setting waarin we jullie de kans geven om jullie aanvraag mondeling aan ons wat toe te lichten. Als er bepaalde zaken op papier niet zo goed gelukt zijn, dan kun je daar ook nog wel dingen bijstellen of voortschrijdende inzichten meegeven. Dus het is eigenlijk eerder ook om een beter wederzijds begrip te scheppen dat we dus ook die mondelinge toelichtingen hebben ingepland. Tweede stap zijn eigenlijk, ja, is heel eenvoudig, hè. Je hebt vijf grote vragen om in te vullen. Wel, je wordt geëvalueerd op jouw antwoorden op die vijf grote vragen. Hè. Is het antwoord voldoende of onvoldoende bij? En dan bedoel ik, hè, om nu maar te zeggen, nummer 2, preliminaire marktverkenning. Ja, als je dat niet hebt gedaan, dan kan je eigenlijk ook niks zeggen over de innovativiteit. Hè. Het is niet omdat je... Hè. Dus ik wil maar zeggen, we vragen daar een zekere zorgvuldigheid voor de dag te leggen, dat er voldoende informatie is in jouw aanvraag op die vijf punten. Dan, wij evalueren dat allemaal niet zelf. Wij kunnen beroep doen op onze collega's met meer expertise in de specifieke sectoren, domeinen. We staan open voor alle sectoren, alle domeinen, maar wij hebben zelf met ons zeskoppig team niet al die expertise in handen. Daarom hebben we onze collega's aan boord gehaald. In de loop van juni mogen we dan... Mogen jullie dan een antwoord verwachten? Al gezegd, het is een engagement tot partnerschap, maar over de effectieve cofinanciering gaan we pas later beslissen op basis van een bestek en op basis van een gunningsverslag. Moesten jullie toch een steekje hebben laten vallen, maar is jullie idee eigenlijk wel goed? Dan kunnen jullie altijd wat herwerken op basis van onze feedback en opnieuw indienen tegen 10 oktober. Om jullie gerust te stellen... Die slaagcijfers liggen wel redelijk hoog, denk ik. 60, soms is 80%, 70%. Ik denk gemiddeld op 6, 7 jaar was het ongeveer 60, 65%. Dan, tips en tricks zijn hier aangekondigd. Ik heb de omgekeerde oefening gemaakt. Ik heb eens gekeken naar de aanvragen dat de laatste jaren eigenlijk niet aanvaard werden en wat daar de reden voor was. Dus dat zijn de aanvragen die ofwel een tweede zit hebben gekregen ofwel KMA hebben gezegd van kijk, dit is iets voor een ander kanaal, maar niet voor ons kanaal. En als je dan gaat kijken, ja, nogal straightforward, hè, eerste bullet, indien je geen publieke overheid bent of indien het een project is met zeer commerciële doeleinden, dan kan je bij ons niet terecht. Soms zijn de aanvragen ook zeer vaag. Worden we niet meegenomen in jouw verhaal? Als je echt in een niche zit met heel veel jargon, waar dat heel veel kennis verondersteld wordt, dan moet je toch proberen je best te doen om in die aanvraag ons toch mee te nemen. En dat is eigenlijk de fout dat veel mensen maken. De dingen die voor jou evident zijn... Die zijn het daarom niet voor mij of voor mijn collega's. Sommige dingen moeten gewoon geëxpliciteerd worden. Andere tekortkoming is een zeer zwakke motivatie van de innovatie. Je hebt eigenlijk twee heel belangrijke criteria bij ons. Er moet impact zijn en er moet innovatie zijn. En innovatie is echt wel belangrijk. En het is natuurlijk niet omdat... jouw dienst met hopeloos verouderde systemen werkt en ze willen een of ander nieuw kant-en-klaar softwarepakket aankopen, dat is dan misschien voor jouw dienst heel innovatief, maar dat zijn zo zaken dat kant-en-klaar zijn en die kunnen wij niet cofinancieren. Indien je een goede indicatie van innovatie is, zoals ik al zei, dat je nog heel wat vragen hebt, gaat iets wel werken in een bepaalde context of die soort vragen, neem dat soort van vragen ook expliciet op in jouw aanvraag. Hoe meer dat jouw aanvraag eigenlijk aangeeft dat je eigenlijk perfect voorspelbaar een heel traject opzet, ja, hoe minder dat het eigenlijk bij PIO past. Hè. Je moet eigenlijk nog met heel wat vragen zitten en dan heb je kans dat het een PIO-project is. Sommigen hebben ook een verkeerd begrip gehad van wat PIO doet en wat wij kunnen doen. Wij werken binnen een bepaald kader, een wetgevend kader. Wij moeten uiteraard die regels ook volgen, evident. Heel vaak komt het voor dat mensen ja, niet kunnen kiezen, geen scope kunnen aanbrengen. En dat je eigenlijk met zeer ambitieuze projecten komt die dat op zich
het proberen waard zijn. Maar als er dan geen matching budgetten of matching teams achter staan, ja, dan gaat dat niet, hè. Dus kies echt iets, hè. Probeer al te scopen, daarom nog niet te veel. Dus je moet niet scopen qua technologische oplossingen. Die vraag is nog niet zo belangrijk, maar wel de grootte, het aflijnen van jouw uitdaging. Dat is wel een belangrijke. Sommigen veronderachtzamen in hun aanvraag ook het feit dat het wel degelijk gaat over een aankoop. Wij gaan geen voorbereidingstrajecten aan rate van 30.000, 40.000 euro financieren wanneer er geen middelen zijn of geen engagement is tot een aankoop. Begrijp je? Dus er moet daar ook wel ergens gecheckt worden met management of dat er effectief wel dat engagement is. En cours de route kan het dan nog altijd zijn dat je zegt van kijk, gelet op al de inzichten die we verworven hebben en de prijs van die zaken en dat het dan toch niet echt tot een gigantische aankoop komt, maar dat het dan toch, maar dat het wel tot een kleinere op maat van jullie organisatie aankoop uitkomt. Zoals gezegd, zei de andere bullets hier, geen eenmansproject, het zijn altijd teamprojecten. Engagement van cruciale partners, als jullie als jullie project staat of valt met data van een andere organisatie en je krijgt die niet, dan is er wel een probleem. Te weinig aandacht komt heel vaak voor de change processen, proces op de werkvloer, proces innovatie. Heel wat digitaliseringsprojecten hebben ook daarmee te maken. En ik denk dat de laatste van mijn bullets wel redelijk voor zichzelf spreken. Dus ik stel voor dat ik hier gewoon even doorga, dat we toch binnen de tijd kunnen afronden. En moesten er vragen zijn, dat daar nog zeker tijd voor over is. Ik heb hier dan gezegd, nieuw dit jaar. Het schabloon is op zich niet nieuw, maar het indienen via het Vlaio-portaal wel. En zoals gezegd, we hebben allemaal een roze trui aan, omdat er op onze website, die volledig groen is, een roze knop is. En die heb je nodig om een aanvraag te kunnen indienen. En ik heb het zelf nog, ik heb het zelf eens proberen te doen, maar bon, dat was geen goed idee, want ik vulde hier een virtueel KBO-nummer in. En dat werd natuurlijk niet gepakt. Dus het formulier online bestaat uit een aantal gestructureerde data die we van jullie vragen. En eens je dat toch hebt ingevuld, dan krijg je een nieuw schermpje waarin je enkele minuten moet wachten. En dan krijg je ook een bericht van kijk, je aanvraag wordt aangemaakt en je kan nu eigenlijk in die online omgeving kan je dan eigenlijk verder werken aan de aanvraag kan je alle informatie uploaden. Dus dat is ongeveer wat je van berichtgeving gaat krijgen vanuit het online portaal. Dan. En die aanvraag, dat online portaal, bestaat uit een aantal stappen waar je telkens wat info moet geven. Ik kan er eigenlijk niet veel toelichting bij geven. Je vindt daar dus ook, zoals gezegd, de link naar het schabloon. Dat je dat kan eerst invullen en dan een pdf van trekken en upladen. Het moet ook getekend worden. En er is ook een mogelijkheid dat bijvoorbeeld jij zelf heel de aanvraag klaarzet. En dat je dan de link bezorgt aan jouw manager of aan de verantwoordelijke binnen jouw organisatie om te ondertekenen. Dus die mogelijkheid bestaat ook. Stap 2, moesten er verschillende partners betrokken zijn bij jouw aanvraag, kan je die hier opladen. Je kan ook nog extra bijlagen toevoegen, moest je bijvoorbeeld al eerder een behoefteanalyse hebben gedaan, of een marktanalyse, of andere documenten, kan dat hier allemaal aan toevoegen. Dus het is eigenlijk een redelijk straightforward omgeving om zo'n aanvraag, denk ik, in te dienen. En op het einde van de rit is er ook nog een verklaring waarin dat jij jou als organisatie verklaart dat jij past binnen de modaliteiten zoals vastgelegd in het besluit dat onze cofinanciering regelt. En dan, denk ik, zit je helemaal aan stap 5 en kan je dus indienen. En dan moet je natuurlijk vooral niet vergeten om effectief op verzenden te duwen. Heel belangrijk, anderen en andere jaren, eigenlijk de informatie die Astrid en ik zelf hier vandaag gegeven hebben, dat is nu echt samengeschreven in één handleiding. Ik denk dat die handleiding, of die moet bij liggen,
Dat gaat om een, even kijken, dat gaat niet om zoveel pagina's hoor. Dat gaat om een negental of tiental pagina's waarin je eigenlijk nog eens rustig kan nalezen wat we hier zo net aan jullie verteld hebben. En dat is zeker ook een tip om mee te nemen bij het invullen, denk ik, van jullie aanvraag. En dan zijn we volgens mij rond en dan neem ik er Astrid terug bij. Moesten er nog vragen zijn van jullie? Heel graag. Tom. Ja, goedemiddag. Tom Capion van het Vlaams Energiebedrijf. Wij zijn een verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid dat als functie heeft om eigenlijk de publieke sector te helpen om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Dus wij treden op enerzijds als energieleverancier voor publieke instanties voor het leveren van gas en groene stroom. En anderzijds treden wij op als aankoopcentrale die dus eigenlijk raamcontracten afsluit met leveranciers voor allerlei energiebesparende maatregelen, zodat publieke instanties dan via ons eigenlijk een maatregel kunnen laten uitvoeren zonder dat ze zelf daar een aanbesteding voor moeten uitschrijven. Nu, wij hebben dus allerlei raamcontracten, gaande van raamcontracten voor energieaudits op gebouwen, raamcontracten voor PV-installaties, voor gebouwschilrenovaties en dergelijke. Wij hebben recent contact gehad met een bedrijf dat een oplossing had ontwikkeld om in bestaande gebouwen met een aantal gestandardiseerde modules eigenlijk de aansturing te kunnen gaan doen van verlichting, van verwarming, van HVAC, verlichting, van de stopcontacten en dergelijke. En om op basis van agendas eigenlijk alles te gaan afschakelen wanneer een ruimte in principe niet in gebruik zou zijn. En zij claimden daarin zeer significante besparingen te hebben gerealiseerd op hun eigen kantoren. En willen dat nu eigenlijk gaan testen of gaan valideren. Wij zijn daar ook in geïnteresseerd, omdat wij denken dat dat een oplossing zou kunnen zijn die voor veel bestaande gebouwen een snelle oplossing zou kunnen zijn om belangrijke besparingen te gaan realiseren, zonder dat je eigenlijk ook al aan de gebouwschil en dergelijke bezig bent. Maar wij stellen wel vragen bij de prestaties of de zaken die zij claimen te hebben gerealiseerd op hun eigen kantoor. Dus wij zouden daar graag een POC doen om dat concept te gaan valideren binnen bijvoorbeeld een school of een gemeentebestuur of dergelijke. Maar wij zijn natuurlijk niet de eindorganisatie die de aankoop gaat doen. Wij zouden dus moeten kijken enerzijds met een school of een gemeentebestuur of dergelijke die enerzijds zegt van wij willen dat wel gaan implementeren in ons gebouw en ook de aankoop doen. Terwijl dat aan onze kant het vooral is valideren van werkt dat concept, is dat een optie die inderdaad een oplossing zou kunnen zijn die we dan aan de publieke sector kunnen ter beschikking stellen als een soort raamcontract, misschien zelfs toegevoegd worden aan een bestaand raamcontract voor oplossingen. Is dat een soort project als POC die dan ook in aanmerking zou komen voor zo'n PO-dossier? Of zit dat een beetje anders omdat wij daar dan eigenlijk een soort tussenschakel in zijn? Ja, misschien jouw vraag. Dankjewel voor jouw vraag, Tom. Ja, mijn inzien valt ook uiteen in verschillende vragen. Ja. 1. De vraag, positie van het VUB samen met PIO. Wij hebben bij het VUB al verschillende PIO-projecten lopen, waarin dat het VUB eigenlijk de projecten geïnitieerd heeft. Ja. Maar dan elk project bijvoorbeeld uiteenvalt in subprojecten of verschillende piloten, waar dat dan eigenlijk de eindklanten van VUB de piloot ziet te leveren, bijvoorbeeld. Ja. Dus VUB kan zeker bij PIO aanloppen. Dat is al één vraag, denk ik, duidelijk beantwoord. Mm-hmm. En misschien ter verduidelijking, ik ben pas 8 januari gestart met VUB, dus ik ben me nog volop aan het inwerken. Ik weet dat er al iets geweest is met PIO. Maar kijk, zeker op onze website, bij de projecten, kan je zeker en vast die projecten ook wel terugvinden. Hè? Ja. Ja. Dus dat is zeker wel een... Dus ook de manier van werken binnen het VUB kan perfect binnen een PIO ingeschakeld worden. Dus daar zie ik geen probleem. Nu, specifiek ingaand op de uitdaging die je beschrijft. Dus de details heb ik er niet van begrepen, maar ik heb wel begrepen dat het dus gaat over een bedrijf met een oplossing. Die, waarin dat jullie denken, wow, zou kunnen werken, maar eigenlijk weten we het niet. Ah, we willen dat wel valideren. Dat is een terechte vraag, maar
Wij werken, en het stond denk ik in het groot op Astrid haar slide, er zit bij ons altijd de wet op de overheidsopdrachten tussen. Ja, dus er moet een aanbesteding zijn. Er moet een aanbesteding zijn waar dat dan misschien, dat is een vraagteken, dat specifieke bedrijf waarvan sprake als nummerke 1, 2, 3 gaat uitkomen. Maar het zou ook kunnen dat concurrenten uit het buitenland deelnemen om... We hebben echt typisch dat projecten waarin daar bepaalde technologieën in verschillende parallele piloten, getest worden. Maar er is altijd een open oproep. Dus je kunt geen bedrijf privilegiëren. Ja. Dus dat moet je wel voor ogen houden. En misschien nog aanvullend is dat wij inderdaad toch wel vooral vraaggedreven werken. Hè. Dus we werken vooral van een echt concrete nood, publieke nood die er bestaat bij een bepaalde publieke sectororganisatie. We werken niet zozeer aanbodgedreven. Hè. Het is echt vraaggedreven. Ja. Dus daar moet je er ook echt wel rekening mee houden. Ja, maar ik denk in dat opzicht dat we wel kunnen stellen van de vraag is er vanuit de publieke sector naar allerlei mogelijke oplossingen om de klimaatdoelstellingen te helpen bewerkstelligen. Wij spelen de rol daarin om dat te gaan vertalen naar raamcontracten waar partijen kunnen op aanbieden. En eenmaal die raamcontracten er zijn, kunnen de publieke instanties daarop afroepen. En dus, we zijn nu vertrokken vanuit iets wat een bedrijf ons heeft voorgesteld, maar we zijn ook uiteraard niet getrouwd met dat bedrijf. Dus ik heb er persoonlijk ook zelf geen probleem mee met dat in een aanbesteding te gieten. En als blijkt dat er in Nederland of in Duitsland of in Frankrijk eender waar een bedrijf is dat een gelijkaardige oplossing of zelfs een betere oplossing heeft, zoveel te beter. Maar het is wel... Het was wel een goede meeting in die zin dat het een nieuw concept was dat we nog niet hadden gezien. En waar we denken van, als dat inderdaad de resultaten oplevert die zij claimen, dan is dat wel spectaculair en dan zouden we dat zeker aan onze portfolio willen kunnen toevoegen. Maar dan denk ik dat we wel een aanbesteding kunnen uitschrijven die in grote lijnen die functionaliteit beschrijft. En als daar meer dan één partij op intekent, zoveel te beter. Oké, maar goed. We zien dat er nog een vraag is binnengekomen, maar we kunnen ze niet helemaal lezen. Wacht, misschien Louise, kan jij dat? Ja, als je een marktbevraging doet, hoe vermijd je dat de privépartner met resultaten van onderzoek of project en intellectuele eigendom gaan lopen en commercialiseren? Ik ben niet zeker of ik de vraag helemaal begrijp. Het gaat erover als een marktconsultatie plaatsvindt of een marktbevraging, hoe dat we dan vermijden dat privépartners met resultaten van onderzoek of informatie van het project gaan lopen op het intellectuele eigendom. Dat is een beetje de vraag, denk ik. Nu, als wij spreken over marktconsultaties die wij hanteren, misschien moet ik even teruggaan naar de slide met de bollen. Als wij over een marktconsultatie spreken, is dat eigenlijk nog altijd op dat moment is er nog geen overheidsopdracht die loopt. Hè. Dus dat is eigenlijk nog op dat ogenblik heb je je behoefte goed gedefinieerd, heb je een idee van de scope van je uitdaging en dan ga je eigenlijk met de markt gaan consulteren van hoe schat de markt de innovatierisico's, de technologische risico's van jouw uitdaging in. Dat gebeurt gangbaar bij ons via een openmarktconsultatie. Dat zijn dus publieke plenaire sessies waar één ieder kan aan deelnemen. Af en toe gaan wij ook afhankelijk van het project dat voor ligt en de vraag en de uitdaging kunnen daar wel één op één gesprekken ook nog aan gekoppeld worden. Maar die informatie die uit die plenaire sessies komt, die gaan wij bijvoorbeeld ook gaan documenteren. Die wordt gedocumenteerd in een verslag, in een publiek verslag dat ook publiek bekendgemaakt wordt. In dat publiek verslag gaan we uiteraard de informatie die tijdens vertrouwelijke 1-op-1 gesprekken worden gezet, gaan we niet gaan meedelen. Dat spreekt voor zich. Maar we gaan wel een documentatie maken van eigenlijk het voorbereidingstraject, waar dan al dan niet een marktconsultatie kan uit voortvloeien. Nu, tijdens een plenaire marktconsultatie, het is niet nodig dat je als... dat is toch wat dat wij onze ervaring is. We hebben ondertussen al iets meer dan 60 marktconsultaties gedaan.
dat je daar als publieke overheid of als aanbestedende overheid jouw grootste geheimen gaat delen. Dat gaat eigenlijk echt eerder over. Dat is de uitdaging, de nood waar dat wij voor staan. Wij denken aan die oplossingsrichtingen. Dat zijn nog oplossingsrichtingen. Dat zijn geen specifieke oplossingen die je daar al voor ogen hebt. En hoe schatten jullie dat eigenlijk in qua innovatiegraad, qua technologisch risico, andere risico's? Eigenlijk tijdens een behoeftedefiniëring ga je kijken naar jouw use cases, zoals we dat eigenlijk zeggen, en ga je die gaan proberen te valideren op wat zijn die meeste gebruikswaarden voor een eindgebruiker. Welke use case gaat u het verste brengen naar een gebruikswaarde voor een eindgebruiker? Tijdens een marktconsultatie ga je diezelfde use cases eigenlijk gaan scoren en gaan scoren op wat is nu de meeste innovatiegraad, wat is de grootste innovatiedelta dat je kan maken met die use cases. Ik weet nu niet, de vraag kwam van Koen, denk ik. Koen, ja. Of dat enigszins een antwoord biedt op wat dat je voor ogen had. Ja, het is een beetje, we staan niet helemaal aan het begin van het project, maar we hebben al een klein beetje een idee uitgewerkt. En dan is de vraag, in hoeverre ga je inderdaad dan een zaak die je daar al deelt met de marktpartners, ja, afschermen is veel gezegd, maar toch ergens dat daar een soort vertrouwelijkheidsclausule is, dat ze met bepaalde zaken niet al gaan lopen. Ja, nu, ik denk misschien, Koen, als ik het zo goed begrijp, zijn jullie dan misschien een overheid die zelf heel veel know-how, expertise in de house hebben, ja? Klopt dat? En dat jullie... Ja, we hebben al een tamelijk uitgewerkt idee en half product, bij wijze van spreken, maar ja, het is niet echt een product, het is een concept, maar het is al tamelijk uitgewerkt, maar de volgende stap is relatief innovatief en daar hebben we wel input nodig. Maar ja, het risico is dat mensen met de resultaten van de eerste deel, waar we toch ondertussen al serieus wat geld hebben ingestoken, een paar honderdduizend, ja, dat niet door de markt gebruikt wordt om hun diensten te verbeteren, terwijl dat wij zelf met een product naar buiten willen komen, een innovatief product. Ah, dus jullie willen zelf eigenlijk de ontwikkeling doen dan, als publieke organisatie, correct? Ja, de ontwikkeling zelf kan door een private partij gebeuren. Oh, nee. Maar we willen wel het intellectueel eigendom van het verhaal houden. Ja, oké. Okay. Ja. Lijkt mij misschien nuttig, Koen, dat je desnoods een keer met ons contact opneemt om een keer meer in detail daar te kunnen over praten. Ja. Dat kan altijd, hè. Of dat je al een keer kijkt naar onze aanvraagtemplate, al een keer in grote lijnen ziet wat daar gevraagd wordt, een keer jullie project daar tegenover zet en dan desnoods eens met ons contact opneemt om daar verder te kunnen over praten. Mm-hmm. Zoals we zeiden, die aanpak die hier wordt voorgesteld, is niet dat wij die eigenlijk iedere keer blindelings gaan volgen. Hè. We gaan altijd kijken op maat van de noden van het project wat er nodig is. Is niet dat daar one size fits all is hier. Hè. En tot hiertoe hebben we eigenlijk vooral vanuit bijvoorbeeld bedrijven die in een sector zitten dat hyperconcurrentieel is en waar daar heel veel verschillende concurrenten met gelijkaardige oplossingen, daar hebben wij de vraag gekregen van hen om een non-disclosure agreement te garanderen. Hè, dat wij niet met de inzichten dat wij van hun kregen naar hun concurrenten zouden stappen. Dus dat is eigenlijk doorgaans de vraag die wij krijgen. En dat hangt ook, maar dat hangt heel erg af van het type overheidsorganisatie en de strategische werking van die organisatie. Het is terecht zo dat je een aantal zaken in je eigen hand wilt houden. Maar voor de meeste van onze opdrachten tot hiertoe is het zo dat de IP bij het bedrijf blijft zodanig dat die het achteraf kan commercialiseren. Maar dat belet natuurlijk niet dat in specifieke... Allez, ik spreek nu Defensie of andere, maar er zijn er nog heel wat andere die dat er echt bij gebaat zijn om ook zelf alle IP bij zich te houden, om dat ofwel de expertise ook in hun eigen organisatie. Dus het is een beetje wat Astrid zegt, er is van alles mogelijk binnen onze werking. Het hoeft helemaal niet in... finaal niet volledig in overheidshanden te blijven. Het kan ook via PPS-constructie ergens een publieke-private samenwerking worden. Dus dat zijn allemaal opties die we via dat soort verkenningen wel willen openhouden. Maar ja, dat zien we dan wel. Ja. Oké. Okay. Misschien nog een laatste vraag, Louise. Moest er nog één zijn? Of... Er zijn geen vragen hier in de chat. Ik weet niet of er nog iemand anders een vraag heeft.
Oké. Dan denk ik dat we gaan kunnen afronden. Nogmaals, hartelijk dank voor jullie talrijke opkomst. Zoals gezegd, hè, als jullie nog graag lees zeker, ga zeker naar onze website kijken. Kijk eens naar de projectportfolio. Pik er daar een aantal projecten uit die jullie liggen of interesse opwekken. Dan kan je die eens nalezen. Geef je toch een mooi overzicht van wat dat je van een bioproject kan verwachten en hoe dat eigenlijk verloopt. Kijk ook op onze website. Zoals Annet zei, hebben we een mini-website gemaakt voor de aanvraag specifiek, waarin eigenlijk alles nog eens netjes uitgeschreven staat. Er is ook een nieuwe handleiding voorhanden. En ja, PIO is eigenlijk makkelijk te bereiken via pio@vlaio.be. Wil je met ons eens een idee aftoetsen? Wil je al een keer een eerste ontwerpaanvraag een keer met ons doorspreken? Uiteraard is dat altijd zonder voorafname te doen op de uiteindelijke beslissing. Dan kan dat ook. Dus dan zou ik vooral te voorstellen dat jullie jullie verder informeren. En dan zien we graag jullie aanvragen tegemoetkomen 18 april. En we zullen de presentatie via mail verspreiden aan de deelnemers vandaag. Sowieso. Ja. Ja. Oké. Bedankt. Nog een fijne namiddag. Dag.